Beste vrienden, goedenavond. Welkom bij deze tweede webinar rond een fenomeen dat sinds de eerste webinar zeker niet aan actualiteit ingeboet heeft, namelijk inflatie. En ter voorbereiding van mijn antwoord op de vele vragen, waarvoor dank die jullie ingestuurd hebben, heb ik eigenlijk maar één grafiek aan jullie te tonen. En dat is de grafiek die u nu ziet, waar u telkens op de aangeduide maanden, mei, december 21 en dan voor dit jaar tot einde mei van dit jaar, het inflatiecijfer ziet, de consumptieprijsindex, stijging daarvan, voor zowel de eurozone als geheel als België. Omdat, denk ik, deze grafiek een aantal zaken heel duidelijk maakt. Eerst en vooral, een eerste punt dat ik hierbij wil opmerken, dat is dat u, denk ik, duidelijk ziet dat het vaak gedebiteerde verhaal van dat is allemaal de schuld van Poetin en de oorlog in Oekraïne, dat verhaal niet opgaat. Uiteraard is het gruwelijk wat meneer Poetin daar allemaal aanricht, daar niet van. Maar de inflatie, het inflatiebeest was duidelijk al losgeslagen vooraleer meneer Poetin op het einde van de maand februari van dit jaar toesloeg. U ziet dat op het einde van 2021 de inflatie op jaarbasis in België al 6,5% bedroeg. Voor het geheel van de eurozone zaten we aan 5%. Enkele maanden voordien, eind mei van vorig jaar, zaten die inflatiecijfers nog tussen de 2 en de 2,5. Dus de opstoot van de inflatie, de stijging van de inflatie, is duidelijk begonnen en al een heel eind opgeschoten, nog vooraleer de problemen in Oekraïne en de vreselijke agressie van meneer Poetin plaatsgrepen. Dat is een eerste punt. Een tweede punt is de oorzaak, of de directe oorzaak van deze inflatie, en dan wordt er vaak verwezen naar de energieprijzen, wat op zich klopt. Die hebben zeker de wagen in beweging gezet. Maar ik denk dat er rond dat energieprijzenverhaal ook nog een beetje een vreemde interpretatie hangt. Want wat toch meer en meer duidelijk wordt, en voor mij op dit moment eigenlijk een uitgemaakte zaak is, is dat de stijging van die energieprijzen vooral te maken heeft met het feit dat wij het klimaatbeleid dat uitgetekend is, vooral door Europa, op een toch wel redelijk onverantwoorde manier geen rekening heeft gehouden met de kosten van die omslag in het klimaat, de kosten van de energietransitie. Als ik in de Europese cenakels iemand als meneer Timmermans, de commissaris verantwoordelijk voor de fameuze Green Deal, bezig hoorde en nog altijd hoor, dan heb ik vaak de indruk dat hij ervan uitgaat dat we in één vlotte beweging vanuit een situatie waar we zeer afhankelijk zijn van fossiele fuels, gaan overstappen naar een wereld waarin de sustainable, de duurzame energiedragers, windenergie, zonne-energie en alle andere dingen, het vlot zullen overnemen. De tussenperiode die is totaal veronachtzaamd. De kosten die samenhangen met die omslag in onze energievoorziening, met de omslag in het klimaatbeleid, zijn zeer hoog en reflecteren zich in vandaag in stijgende energieprijzen en energieprijzen die de motor vormden van de inflatie tot nu toe. Die inflatie is breder gaan uitdijnen. Het relatieve belang in de verdere inflatiestijging van de energieprijzen is duidelijk aan het afnemen, wat dus betekent dat ook andere goederen en diensten onderhevig raken aan prijsstijgingen, wat een klassiek fenomeen is. Wanneer je periodes van inflatie bekijkt, er zijn altijd één of twee producten, diensten die de kar trekken bij manier van spreken, die de boel in gang steken, zo u wil. Maar dat eind uit en onder meer via de effecten op de arbeidsmarkt en dergelijke meer, beginnen steeds meer goederen en diensten ook onderhevig te worden aan prijsstijgingen. En dat is exact wat we vandaag zien. Met de gestaag verdere stijging van die inflatie, met dus een cijfer van 10%, dat zeker voor België, maar stilaan ook voor heel de eurozone, toch wel duidelijk in het vizier komt. Een laatste algemeen punt dat ik bij deze inleidende grafiek wil aanduiden, is dat het beleid van onze centrale bank, de Europese Centrale Bank,
eigenlijk op dit moment de inflatie voedt. Hoe? Wel, we zien in de meeste landen van de wereld, de Verenigde Staten, maar nog vele andere landen, Korea, Nieuw-Zeeland, Australië, noem maar op, Engeland, zien we rentestijgingen die veel verder gaan dan wat de ECB op dit moment doet. Een van de gevolgen daarvan is dat we de euro zien afglijden, en zeker ten opzichte van de dollar. Het is nog niet zo lang geleden dat de euro-dollar wisselkoers op 1,40 stond. Vandaag zitten we bijna aan pariteit. 1 dollar voor 1 euro. Het is dus een afglijde van de euro ten opzichte van de dollar met 30%. Nu, veel import, waaronder bijvoorbeeld olie en gas, wordt nog altijd uitgedrukt in dollars. En dus die prijzen zijn door de wisselkoersdaling automatisch al 30% gestegen. Anders uitgedrukt, als die daling van de euro er niet zou geweest zijn, als dus de dollar op zijn koers, sorry, de euro op zijn koers ten aanzien van de dollar van pakweg ruim een jaar geleden zou gebleven zijn, dan zou u vandaag gegarandeerd aan de pomp minder dan 2 euro betalen voor uw diesel of uw superbenzine. Het is zo simpel als dat. En dus door haar renteaanpassingen op te schuiven in de tijd, op dit moment is buiten 1 kleine renteverhoging eigenlijk niks te doen, voedt de ECB de inflatie in de eurozone. Dat is eigenlijk toch wel een beetje een zwaar contradictorisch element in dat beleid van die centrale banken vandaag. Tot daar een paar inleidende bemerkingen bij wat er met de inflatie aan de gang is, hoe het fenomeen evolueert. Dan zou ik nu willen ingaan op de vragen die jullie nogal uitgebreid doorgestuurd hebben. Ik heb daar met de nodige aandacht kennis van genomen, uiteraard, maar heb toch ook een beetje geprobeerd te groeperen. Want onvermijdelijk zijn er vragen van diverse mensen die overlappen. Dus ik heb geprobeerd het een beetje rond een 12 thema's en specifieke vragen te groeperen. Hier gaan we. Een eerste bemerking die ook een paar keer terugkomt. Ik citeer, mogen we ons aan een nieuwe rentestijging om de loonprijsinflatiespiraal te doorbreken, zoals in de tijd onder Paul Volcker in de Verenigde Staten, met een zeer hoge rente verwachten? Het is duidelijk dat men dat in de Verenigde Staten wel degelijk van plan is, want voor diegenen onder jullie die de financiële pers een beetje volgen, die zullen allicht wel gehoord hebben dat de Amerikaanse Centrale Bank morgen of ten laatste overmorgen opnieuw een beslissing zal nemen en dat er serieus rekening wordt mee gehouden dat ze de rente niet met 25 basispunten, niet met 50 basispunten, maar met 75 basispunten zou optrekken. Wat dus betekent dat, ik verwijs naar de laatste van mijn inleidende bemerkingen, dat de kans dat de euro verder wegglijdt ten opzichte van de dollar, met alle inflatoire gevolgen van dien ook toeneemt. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn op de staatsfinanciën? Dat is een onderdeel van dezelfde vraag. Wel, dat hangt natuurlijk voor een stuk af van hoe die staatsschuld gestructureerd is. Ik verklaar mij nader. Als je heel veel schuld aanhoudt op korte termijn, als je dus geleend hebt op 1 of 2 jaar, of veel op 1 of 2 jaar geleend hebt, zodanig dat je die schuld snel moet terug hernieuwen, dan ga je natuurlijk sneller die hogere rentes ook beginnen voelen. Wij hebben in België, ik heb daar als minister van Financiën zeer op gelet altijd, om te trachten zoveel mogelijk de lange termijn op te gaan en zoveel mogelijk te genieten van het zeer lage rentepeil dat we in die periode van 2014 tot 2018 ook al hadden, om daarvan te profiteren. De gemiddelde looptijd van de Belgische overheidsschuld is vandaag 10 jaar. En dus je mag rekenen dat vooraleer je de rentestijgingen echt gaat beginnen voelen in de rentelasten van de overheid, dat je toch zeker al een jaar en eerder zelfs 2 jaar verder bent vooraleer je dat je dat gaat voelen. Maar natuurlijk, vroeg of laat, met de overheidsschuld die we hebben, en zeker ook landen zoals Griekenland en Italië, ga je op een bepaald moment in uw begroting er moeten mee rekening houden dat uw rentelasten terug gaan oplopen. Is een hoge inflatie geen zegen voor de zeer schuldbeladen overheden? Op korte termijn ja,
Alleen al, waarom? Omdat schuld meestal uitgedrukt wordt als een percentage van het BBP, het bruto binnenlands product, een grootheid die de omvang van uw economie meet. Wij zitten nu aan 105 of 108%, Italië zit al aan 140%. En dus als uw bruto binnenlands product stijgt omwille van de inflatie, want prijsstijgingen zitten daarin, met bijvoorbeeld 8%, ja, dan zal als uw schuld met minder dan 8% toeneemt, die ratio, de verhouding tussen schuld en BBP, beginnen dalen. En je zal zien, in de loop van de komende maanden gaan er berichten komen dat de Italiaanse overheidsschuld als procent van het BBP serieus afgenomen is. Wil dat zeggen dat dat kan blijven volgehouden worden? Nee, want uiteraard, confirmator de vorige opmerking, als de rentevoeten beginnen stijgen, gaan op een bepaald moment de rentelasten voor de begroting ook stijgen. En dan haal je natuurlijk jezelf in. Dus biedt inflatie soelaas voor overheidsschuld? Ja, maar enkel op de korte, ik zou me nou durven zeggen, op de heel korte termijn. Volgende punt dat door verschillende interpellanten aangehaald of vragenstellers naar voren gebracht is. Wat is het risico op stagflatie? Dus de combinatie van stagnatie van de economie en inflatie. Wel, ik denk dat dat risico zeer groot is. Ik heb zelf trouwens de voorbije weken al in een paar interviews en columns gesproken over krimpflatie. De combinatie van een krimping van de inkrimping van de economie met inflatie. Wat kan Europa daartegen doen? Dat is ook een vraag die een aantal onder jullie gesteld hebben. Wel, Europa heeft eigenlijk, zonder dat ze het beseften, iets gedaan wat misschien nog wel eens goed zou kunnen uitkomen in de komende kwartalen, namelijk het fameuze coronafonds. De discussie daarover is begonnen in de zomer, late lente van 2020, toen we de eerste grote corona-uitbarsting hadden. Door de trage gang van de Europese machinerie zijn we nu pas aan de uitvoering van de plans die aan dat fonds gerelateerd zijn toe. 735 miljard om exact te zijn, dat eigenlijk de komende kwartalen in de economie zal komen van de eurozone of van de hele EU. Dat is behoorlijk wat. Op dit moment is er van die 735 miljard amper 50 miljard, vooral in Italië en Spanje, effectief gespendeerd. Dus er gaat vanuit dat coronafonds van de EU toch wel een zekere stimulerend effect zijn op de economische activiteit in het geheel van de eurozone. Dat gaat naar mijn bescheiden mening onvoldoende zijn om de terugval van de economie die er toch wel ziet aan te komen, om die echt af te wenden, maar het zal zeker een positieve impact hebben op de economische activiteit in heel beperkte mate in België, want zoals u weet is de Vivaldi-regering erin geslaagd om letterlijk 5 miljard van die 735 miljard in de wacht te slepen, wat natuurlijk een peulschil is en veel minder dan datgene waar een land als België in het kader van Europa recht zou moeten op hebben. Volgende vraag: welke sectoren zullen als eerste het hardst geremd worden door de verhoogde inflatie en vertraging van de economie? Wel, het antwoord daarop is voor mij vrij duidelijk. Dat zullen vooral exportgerichte sectoren zijn. Waarom? Omdat wij in België, en dat is ook een van de redenen waarom die inflatie in België toch wel beduidend hoger is dan in de eurozone als geheel, wij in België natuurlijk het automatisch indexeringsmechanisme van de lonen hebben, waardoor de loonkosten automatisch stijgen. Het is al duidelijk nu dat ten opzichte van onze voornaamste concurrenten in Nederland, Frankrijk en Duitsland er al een serieuze handicap aan het ontstaan is. En die handicap zal maken dat dus onze exportbedrijven ofwel marktaandeel zullen verliezen, ofwel op hun winstmarges zullen moeten interen, of beide. Dus dat zijn duidelijk de sectoren die als eerste negatieve weerslag van inflatie en het daaraan gekoppelde beleid zullen gaan voelen. Wat er daarna volgt is denk ik meer algemeen.
Doorheen heel de economie zal dan uiteraard die vertraging van de economische activiteit zijn weg vinden en dus tot een meer globale teruggang of stagnatie van de economie leiden. Hoe lang gaat deze inflatie nog duren? Wel, er is nog nooit een inflatie blijven duren. Zelfs de hyperinflatie in de jaren 20 in Duitsland, meer recent bijvoorbeeld de complete hyperinflatie in Zimbabwe, waar een inflatiepercentage van enkele honderden miljoenen procent per jaar op een bepaald moment aan de orde was. Zelfs die inflaties zijn niet blijven duren. Dus ook dit gaat niet blijven duren. Maar inschatten hoe lang men gaat doorgaan met dit soort van inflatiecijfers, 8, 9, 10 procent, misschien even een terugval op een bepaald moment naar 6 of zelfs 5 procent, is zeer moeilijk te zeggen. Het enige waar ik zou willen op wijzen is dat historisch, als je naar de historiek kijkt van inflatie doorheen doorheen de eeuwen, dat is dat je merkt dat wanneer inflatie zoals de inflatie die we nu kennen omslaat naar nog hogere inflaties, dat het dan meestal zeer snel gaat. En dat je altijd goed moet opletten wanneer je bijvoorbeeld boven die 10% gaat, dat je niet heel snel door de feiten ingehaald wordt en met inflatieritmes geconfronteerd wordt die op de duur echt wel oncontroleerbaar worden met alle gevolgen van dien. Niet alleen economisch en financieel, maar vaak ook politiek. Volgende punt, 30 miljard verlies aan koopkracht van het spaargeld. Ja, dat is waar. Ik denk zelfs dat het nog meer is. Als ik ervan uitga dat er 300 miljard op de spaarboekjes staat, dat we sedert de voorbije 10 jaar toch wel al dan alleen al 10% koopkracht verloren hebben. Want ook in de periode voor deze inflatie was er 1 tot 2% inflatie. En zoals u diegenen die spaargeld of die geld op hun spaarrekening hebben staan weten, krijgen ze in het beste geval 0,11%. Ja, over 10 jaar gezien was je dus al 10% kwijt vooraleer deze inflatie begon. Dus op het einde van dit jaar bent u op uw spaarboekje 17-18% kwijt en mag de 30 miljard die de vraagsteller hier naar voren brengt al opgetrokken worden naar 40 tot 45 miljard. Dat is veel. En het enige dat daaraan kan gedaan worden, eigenlijk zijn er twee mogelijkheden. Ofwel dat u op zoek gaat naar andere beleggingen met alle risico's van dien. Ik verwijs naar wat er de jongste weken op de aandelenmarkten gebeurt. De huizenmarkt vertoont toch ook heel duidelijk tekenen van oververhitting. De OESO heeft de voorbije dagen nog gezegd dat de woningprijzen in België allicht met 20% in een soort van bubbel zitten. Ik denk dat dat moeilijk in dergelijke algemene termen kan gevat worden, omdat er toch heel veel afhangt van de locatie waarop het vastgoed zich bevindt. Maar dat er ook dat niet direct een uitweg is op dit moment, lijkt me ook vrij duidelijk. En dus de enige uitweg is een normalisering van het monetaire beleid, waarbij we zeker in deze periode van inflatie wegkomen van die nulrentes of quasi-nulrentes en terug met die rentevoet omhoog gaan, zodanig dat er op het spaargeld terug een wat normalere rente kan geïnd worden ter bescherming van de koopkracht van dat spaargeld. In tijden van crisis, ik ga door op de vragenlijst, eerlijk compenseren door de index toe te passen met een vast bedrag, centen in plaats van procenten, tot 1700 euro bijvoorbeeld, en dan hetzelfde bedrag aan iedereen geven, zodanig dat de laagste inkomens meer krijgen. Daar is iets voor te zeggen. Van de andere kant is het natuurlijk ook zo dat we in onze personenbelasting met een progressiviteit zitten. Hoe hoger uw inkomen, hoe verhoudingsgewijze u meer belast wordt. En dat is natuurlijk al op zich een bijdrage van de hoogste inkomens. Het is een breed maatschappelijk debat waardig, denk ik, om tot een conclusie te komen, of niet, dat die progressiviteit van de belastingsvoeten onvoldoende is om de hoge inkomens
moet mij een beetje anders uitdrukken, de progressiviteit van de belastingen zou in principe er moeten toe leiden dat diegenen die veel verdienen ook meer bijdragen. En dat is in dat geval zeker zo. Dat zij uiteindelijk ook nog de bredere schouders hebben om meer lasten te dragen, is ook zo. Maar ik hoed mij hier toch voor simplismen of al te eenzijdige conclusies. Dan een heel lange vraag waar onder meer gewezen wordt op het feit dat we nu met die olieprijzen zitten die door het dak gaan. En dat we daarmee misschien een stuk herhaling van de geschiedenis krijgen. En gaan we naar, dat is dan het eindpunt van de lange vraag, naar een nieuw Lehman Brothers moment. En Lehman in 2008, een van de grootste investeringsbanken van de wereld, plotseling failliet, september 2008. Een moment, degenen onder u die het aan de lijve hebben meegemaakt, even dachten dat de wereld werkelijk tot stilstand kwam, of nog erger. Gaan we daar opnieuw naartoe? Wel, dat is onmogelijk te zeggen. Bestaat er een serieus risico op zoiets? Daar is het antwoord heel duidelijk ja. Waarom? Omdat de schuldgraad in de wereld is blijven doorgaan, in opwaartse zin. Ik herinner mij nog zeer levendig hoe in de onmiddellijke nasleep van de financiële crisis van 2008 iedereen het erover eens was dat die schuldtoename absoluut moest afgeremd en zelfs omgebogen worden. Wel nu, daar zien we in de cijfers niks van, maar dan ook niks. De schuld is gewoon blijven stijgen, blijven stijgen, blijven stijgen. Private schuld, publieke schuld. En dus ja, de vraag is, waar zit al die schuld? Wie heeft die schuld? Wie slaat er op een bepaald moment in paniek? En welke consequenties kan dat dan mogelijkerwijze hebben? In dat verband is het zeker de moeite om de nodige aandacht te hebben voor wat we het schaduwbanksysteem zijn gaan noemen. Namelijk het geheel van instellingen die zich gedragen als een bank, maar die niet gereguleerd worden zoals een bank. En de belangrijkheid, het belang van deze shadow banks, schaduwbanken, in de economie is zeer sterk toegenomen, vooral in een land als China, maar ook in de Verenigde Staten en in Europa. En dus ik denk dat we daar toch wel wat meer aandacht zouden moeten voor hebben en wel eens vaker gaan kijken naar wat er bijvoorbeeld met bepaalde firma's in de private sector aan het gebeuren is. Ik denk bijvoorbeeld aan Tesla. Het is uiteraard een schitterende technologie, de elektrische wagen. Meneer Musk is een ongelooflijk charismatische figuur die zeer veel verkocht krijgt. Maar Tesla is natuurlijk een wandelende tijdbom op het vlak van de schulden die dat bedrijf met zich meesleurt. En het is zeer moeilijk te achterhalen waar die schuld allemaal zit, omdat in het moderne financiële systeem die schuld vaak heel veel doorgegeven wordt in de financiële sector. Maar waar ze dan juist zit, wie de risico's loopt, en Tesla is maar één voorbeeld, je kan dat multipliëren naar vele andere bedrijven en ook overheden toe. Dat zijn allemaal potentiële gevaarlijke situaties waar we perfect kunnen doorwandelen doorheen de tijd, maar waar evengoed omwille van gewijzigde omstandigheden op een bepaald moment grote problemen kunnen rond ontstaan. Door de inflatie, zegt iemand hier, is werken niet meer lonend, niets doen wordt beter beloond. Dat is waar, maar dat was voor de inflatie ook al zo. Als je de situatie op onze arbeidsmarkt bekijkt, dan is er vandaag geen probleem op het vlak van de vraag naar arbeid. Alle bedrijven vragen mensen. Ik, zoals sommigen onder jullie wel zullen weten, ik ben al een vergoede fietser. Als ik door het Vlaamse land fiets en ik fiets bijvoorbeeld voorbij een industrieterrein of een ambachtelijke zone, dan valt mij op, meer dan ooit tevoren, hoeveel plakaten ik zie van bedrijven die mensen zoeken.
soms een heel lange lijst van allemaal functies die men zoekt. Dus daar is op dit moment geen probleem. Wat is het probleem? Het arbeidsaanbod, de bereidheid om te werken. En dat heeft inderdaad veel te maken met het feit dat, zoals de vraagsteller opmerkt hier, dat werken niet meer lonend is. Dus je moet werken lonender maken. Je moet, met andere woorden, de afstand tussen het netto loon uit arbeid en vervangingsinkomens groter maken. Dat klinkt asociaal, dat klinkt helemaal niet sympathiek, maar dat is wel de realiteit. Als je mensen een hogere verdienste kan, netto verdienste, zonder de kost van de bedrijven te verhogen, kan bezorgen, dan gaat dat zeker de geneigdheid of de bereidheid om te werken verhogen. En een parenthese hier, daar zit ook het grote geheim voor onze begrotingsproblematiek. Ik ben er als minister van Financiën echt wel van overtuigd geraakt dat België een heel simpele oplossing heeft voor het begrotingsprobleem. En dat is een tewerkstellingsgraad van 80%. 80% van de actieve bevolking aan het werk. In de pre-corona-periode, want corona heeft uiteraard een aantal dingen serieus door elkaar gehaald, ook in andere landen, was het heel duidelijk dat landen die die 80% halen, Nederland, Duitsland, Scandinavische landen, dat die hun begroting op orde hebben en dat die ook meestal qua overheidsschuld in zeer redelijk gebied zitten. Dat is denk ik niet moeilijk te begrijpen. Mensen die aan de slag zijn, brengen belastingen op, brengen sociaal zekerheidsbijdragen op. En diegenen die dan aan de slag zijn en niet in de werkloosheid zijn, zorgen er ook voor dat de uitgaven van de overheid minder zijn. En dit is natuurlijk in mijn ogen het grote communautaire probleem. Er zijn er nog vele andere, maar het grote economisch communautaire probleem. Wat is de realiteit? Dat we vandaag in Vlaanderen, mede onder andere en niet in het minst het beleid dat Philip Mauters jarenlang gevoerd heeft, een tewerkstellingsgraad van 76-77% hebben. In Wallonië en Brussel komen we amper aan 62, waardoor we landelijk in België op rond de 70 zitten. Volstrekt onvoldoende. Corrigeer dat, neem maatregelen om de geneigdheid om te gaan werken te verhogen en u zal zien dat de begrotingsproblematiek ook een heel stuk minder nijpender en vooral een heel stuk minder structureel wordt dan hij op dit moment helaas nog altijd is. En nogmaals, het voorbeeld van landen met een lage schuld is daarbij denk ik de beste indicatie van de realiteit die ik net heb geschetst. Hoe lang duurt het vooraleer het percentage op de spaarboekjes volgt na een ECB-interestverhoging? Normaal gebeurt dat vrij snel, omdat een bank voor haar activiteiten werkmiddelen nodig heeft. En die spaarboekjes, die tegoeden op spaarboekjes, zijn een belangrijk onderdeel van de werkmiddelen van banken. Maar als natuurlijk tegelijkertijd de ECB, wat ze vandaag nog altijd doet, ervoor zorgt dat de banken op andere manieren werkmiddelen kunnen verwerven bij de ECB, dan zal het bij de banken maar een geringe neiging zijn om die rentevoeten op spaarboekjes op te trekken. Dus het hangt af van het ECB-beleid. Zo simpel is het. Als de ECB haar beleid normaliseert en de banken er als het ware toe dringt om de beschikbare werkmiddelen die de bank zelf heeft ook effectief te gebruiken naar de kredietverlening toe, dan zullen we heel snelle aanpassingen van de rentevoeten op spaarboekjes zien in functie van wat de ECB met haar basisrente doet en waar we dus vorige week een eerste heel kleine punctie gekregen hebben met de verhoging met ogarme 25% punten. Ik ga verder in de lijst waar, zoals ik u al gezegd heb, toch wel een aantal overlappingen zitten, dat is onvermijdelijk. Een interessante vraag vond ik ook. De vraag rond de impact van de indexering en de koopkracht. De vraagsteller zegt het volgende. België is het enige land dat een dergelijk systeem toepast om de burger te beschermen. Maar is dat ook de realiteit? Nee, zegt de vraagsteller, want de inflatie is een absoluut cijfer. 8% is effectief 8%, terwijl de aanpassing van de lonen via indexatie niet absoluut is, aangezien er belastingen moeten betaald worden. Dat klopt. Maar je moet toch opletten.
Stel, u verdient 100 en u betaalt, veel mensen zullen daaraan zitten, 50 belasting. Door de inflatie, door de indexaanpassingen, gaat uw bruto loon naar 110. Ja? U betaalt op de 10 inkomen die u bijkomend verwerft, dan uiteraard 5 belastingen. Dus u hebt netto 55. Dat betekent dat zowel uw bruto als uw netto loon met 5% gestegen is. En met 10% gestegen is. Van 100 naar 110 en van 50 naar 55. Waar de vraagsteller natuurlijk een punt heeft, dat is dat de toename van het nominaal inkomen als gevolg van de inflatie u mogelijk in een hogere belastingschijf duwt. Maar in België hebben we de belastingschalen geïndexeerd, dus u schuift mee op naar gelang. De belastingschaal schuift mee op in functie van de inflatie. Dus optisch hebt u maar 5 euro meer, van 50 naar 55, maar procentueel hebt u toch ook netto 10% meer. Dus dat argument, ik begrijp dat en ik begrijp ook zeer goed dat dat zo aanvoelt, maar in de realiteit hebt u toch wel door de indexatie van de belastingschalen een even groot procentueel effect op uw bruto loon als dat u dan na belastingen op uw netto loon hebt. Ik ga verder in de lijst. Welke impact zullen renteverhogingen van de ECB hebben op nieuw aan te gaande kredieten voor particulieren en voor bedrijven? En zal er dan geen uitstelgedrag komen? Wel, evident zal de stijging van de rentevoeten een remmend effect hebben op kredietverlening. Als morgen, om misschien wat gek voorbeeld te nemen, bananen duurder worden, dan zal u allicht minder bananen kopen en misschien meer ander fruit. Maar als dus woningkredieten duurder worden, alle andere omstandigheden dezelfde blijven, zal dat uiteraard een remmend effect hebben op de vraag naar woningen en zullen er dus minder hypothecaire kredieten afgesloten worden. Hetzelfde voor investeringskredieten, waar bedrijven uiteraard met een hogere rentevoet zullen geconfronteerd worden. En daar hangt het natuurlijk af hoe bedrijven de evolutie van hun reële rente inschatten. Daarmee bedoel ik, als een bedrijf een investering plant en zij moeten binnen een jaar 5% rente op dat investeringskrediet bepalen, dan zal het ervan afhangen wat zij denken dat er met de prijzen van hun producten of diensten zal gebeuren. Als zij ervan uitgaan, op basis van ernstige analyse, dat ze hun prijzen ook met 5% gaan kunnen verhogen, dan gaat die rentestijging zo geen grote impact hebben. Dat is helemaal anders als ze ervan uitgaan dat omwille van de marktomstandigheden de prijsstijgingen die ze kunnen doordrukken, bijvoorbeeld maar 2% gaan zijn. Dus het hangt allemaal een beetje af van de omstandigheden, maar over het algemeen zul je zeker zien dat een stijging van de rentevoeten, en als de ECB haar basisrente verhoogt, dan gaat dat een impact hebben op de rentevoeten die de private banken of de private financiële instellingen aanrekenen, dan gaat dat effect er zeker zijn. En dan zal je vanuit die hoek dus zeker ook een verminderde vraag naar die diverse vormen van krediet zien. Volgende vraag: hoe kan je de mensen overtuigen van de kracht van het indexeringsmechanisme als veel partijen aan een opbod doen van populistische koopkrachtmaatregelen? Heel terechte opmerking, omdat dat inderdaad voor een stuk zelfvernietigend is, in de zin van waarom, als je zegt de mensen hun koopkracht moet intact blijven, waarom moet je daar zo de nadruk op leggen als er een indexeringsmechanisme is? Nu, het is evident dat vooral die stijging van de energieprijzen indexeringsmechanisme compenseert grotendeels, maar niet volledig. Laat ons daar duidelijk over zijn. En de vraag is, wat doe je dan best als overheid? Wat de PS en anderen graag doen, de mensen geld geven op een of andere manier, of op die energieprijzen gaan drukken door accijnzen te verlagen of een stuk van de rekening voor de rekening van de overheid te nemen. Ik denk wat economisch correct en sociaal zeer verdedigbaar is, en zeker ook ecologisch verdedigbaar, dat is dat je die hoge energieprijzen laat voor wat ze zijn. En dat iedereen
particuliere bedrijven zijn gedrag aanpast in functie van die hoge energieprijzen. Maar tegelijkertijd moet je uiteraard zorgen voor enige compensatie. En dat kan dan best gebeuren via de personenbelasting. Zodanig dat diegenen die echt het moeilijk hebben onder die hoge energieprijzen, en ik ken er zo in mijn omgeving ook wel enkele gezinnen, mensen en gezinnen, dat die toch een stuk compensatie krijgen. Maar begin alsjeblieft niet met die energieprijzen artificieel te drukken. Zorg dat de mensen die koopkracht nodig hebben, of extra koopkracht nodig hebben, dat ze die via een aanpassing van de fiscaliteit krijgen. Ja, dan de vraag die zeker 5-6 mensen mij stellen. Hoe krijg je de inflatie terug onder controle? Wel, daar is het antwoord vrij eenvoudig. Door ervoor te zorgen dat de hoeveelheid geld die er is, en die dus achter goederen en diensten aangaat, dat evenwicht tussen vraag en aanbod terughersteld wordt en dat je dus geld duurder maakt, de beschikbaarheid van geld reduceert. Dat klinkt hard, dat is ook hard, want dat zal bijna onvermijdelijk gepaard gaan met een terugloop van de economische activiteit en dus ook bijvoorbeeld gepaard gaan met jobverlies. Maar de ervaring leert dat alle andere ingrepen om die inflatie onder controle te brengen niet werken of zelfs op termijn de problematiek nog verergeren. Ik herinner mij zeer goed in de jaren 70 dat er ook in België, in andere Europese landen, in de Verenigde Staten, loon- en prijscontroles ingevoerd werden. Dat men bijvoorbeeld prijzen van een aantal producten aan banden ging leggen. En meestal werkt dat wel gedurende een aantal maanden. Als je wettelijk oplegt dat bijvoorbeeld benzine voor niet meer dan 2 euro mag verkocht worden, ja, en je hebt daar een penalisatie bij hangen, dan zal dat wel gerespecteerd worden. Maar de realiteit leert, en nogmaals, geschiedenis is vaak toch wel een goede bron van inspiratie en kennis, dat dat niet vol te houden is en dat je achteraf dan meestal een explosie krijgt als gevolg van het onderdrukken van prijsstijgingen die in de pijplijn zaten, maar die je dus onderdrukt hebt. En dus loon- en prijscontroles, en mijn aanvoelen is dat we in de komende maanden meer en meer oproepen in die richting zullen krijgen, dat werkt hooguit voor de korte termijn, maar maakt helaas vaak voor de lange termijn de problemen nog groter dan ze al zijn. Dus de ECB, de centrale banken, zullen hun beleid verder moeten verstrekken, de rentevoeten zullen verder moeten verhoogd worden. Tot waar? Dat valt moeilijk te zeggen. Met de huidige inflatiecijfers lijkt het mij evident dat men naar rentevoeten van minimum 3, allicht zelfs eerder 5% zal moeten. Escaleert de inflatie verder, ja, dan zal men nog verder moeten gaan. En dat is het punt dat ik denk in de vorige webinar ook gemaakt te hebben, dat door lang te wachten, wat er effectief het voorbije jaar, of toch minstens het voorbije half jaar gebeurd is, creëert je het reële risico dat je achteraf nog meer moet doen of nog zwaarder moet ingrijpen dan wat je had moeten doen als je vroeger aan de correcties begonnen was. Dus je kan dat schuldig verzuim noemen. Ik denk dat, dat dit een term is die hier niet ongepast is. Is de kans groot dat je uiteindelijk in die renteverhogingen, in die verstrekking van dat monetair beleid, nog verder moet gaan om die inflatiedemon onder controle te krijgen. Met alle gevolgen van dien, ik herhaal, voor de economische groei, voor de economische activiteit, voor de jobs van mensen en dergelijke meer. Ik denk dat ik met de vragen die we op voorhand hadden binnengekregen de voornaamste items aangeraakt heb. Misschien niet altijd in de volgorde of in de exacte verwoording zoals door vraagstellers naar boven gebracht, maar wel in de spirit van het geheel van de naar voren gebrachte elementen. Ik weet niet of er ondertussen nog andere vragen zijn binnengekomen.
die gaat men nu voor mij laten zien. Nu de rente op staatsobligaties in de VS stijgt, zien we de gevolgen op de beurs in combinatie met andere elementen. Wat adviseert u ons in verband met de beurs? Blijven of vertrekken? Als u nu nog op de beurs bent, dan zou ik zeggen blijven. Want dan hebt u al een serieuze pil moeten slikken de voorbije weken. En er nu uitstappen, dat is dus uw verlies definitief maken. Dus ik zou dat zeker niet doen. Ik herhaal, als u op dit moment nog in de beurs bent, dan zou ik daar ook blijven. De kans is groot dat je dan nog wel bijkomend wat zult moeten inboeten. Maar dat is natuurlijk theoretisch verlies als u niet verkoopt. Als u verkoopt, dan is dat verlies keihard. Als u er al eerder wegens scherp inzicht was uitgegaan, dan zou ik om terug in te stappen toch nog even wachten. Wat is de impact van het domme beleid van de federale regering omtrent de kerncentrales op de inflatie? Ja, dat is vrij duidelijk. Wij zitten met, laat het mij bij wijze van analogie, de inflatie in Frankrijk is vandaag 5%. U hebt daar straks gezien dat wij in de richting van de 10 aan het gaan zijn. En die 5%, dat is toch bijna de helft van onze inflatie, heeft heel veel te maken met de dominante rol van de kernenergie in Frankrijk en dus ook de veel mindere stijging van de elektriciteits- en energieprijzen in Frankrijk dan wel in België. Ik denk dat de dommigheid nog verder gaat dan wat deze regering op dat vlak heeft aangevangen. Als we naar Duitsland kijken, waar men de kerncentrales gesloten heeft of aan het sluiten is, en waar men nu, het is te gek om los te lopen, steenkool, bruinkool aan het stoken is om toch nog voldoende elektriciteit te hebben. Ik denk dat die behandeling van kernenergie, zoals ook door Vivaldi hier in België gedaan wordt, zoals mevrouw Merkel dat in Duitsland gedaan heeft, dat vandaag, je moet niet anders kan zeggen dan dat dat compleet onverantwoord is en de burger heel veel geld kost, heel veel ontevredenheid veroorzaakt en uiteraard op termijn zeker ook politieke gevolgen zal hebben. Welke impact zullen de kosten van de Green Deal hebben op de inflatie? Wel, dat was een van mijn inleidende punten. Ik ben er op basis van wat eigen research en ook gesprekken met andere mensen die zich in de problematiek nogal ingewerkt hebben, van overtuigd dat veel van de inflatie vandaag te maken heeft met het onvoldoende rekening houden bij de uitbouw van plannen, de Green Deal van meneer Timmermans bijvoorbeeld, van de gevolgen op kostenniveau en kostenaspecten voor de burger, voor de bedrijven. En in die zin is die Green Deal, die klimaatomslag, die energieomslag, zeker een drijvende kracht achter de inflatie die we vandaag zien. Als men de jobs aantrekkelijk wil maken, moeten de netto-lonen daar omhoog, waarbij de lasten voor de werkgever niet mogen verhogen. Betekent dit dat men de bijdrage voor de RSZ moet verlagen, wat de linkse partijen nooit zullen aanvaarden? Een zeer terechte en relevante opmerking. Ik heb van in het begin gezegd, u zal zich dat herinneren, ik blijf dat vandaag herhalen. Ik denk dat, alhoewel ik zelf in een regering zat waar we de fameuze indexsprong gedaan hebben, ik denk dat dat vandaag geen goede beslissing zou zijn. Waarom? Omdat er in tegenstelling tot de periode 14-15, toen wij de indexsprong doorgevoerd hebben, er vandaag heel veel bijkomende onzekerheid is. De oorlog in Oekraïne, de spanningen met China, handelsoorlogen die aan de gang zijn of dreigen verder uit te deinen. Het maakt het leven er allemaal niet eenvoudiger op. Wat als in Afrika als gevolg van honger er weer een grote migratiestroom op gang komt. Dus al die onzekerheid daarbovenop nu eens tegen de mensen gaan zeggen dat ze ook nog een index of twee indexen moeten inleveren. Dat zou ik echt niet doen. Dat is vragen om moeilijkheden. Wat ik wel bepleit en al maanden bepleit, dat is dat je niet blind kan zijn voor de impact van de inflatie op de loonkost. En dat je dus ergens naar een compensatie moet zoeken om te vermijden dat
waar ik trouwens eerder in de webinar al op gealludeerd heb, dat er opnieuw een probleem van competitiviteit ontstaat voor vooral exportbedrijven. En dus inderdaad, de RSZ-bijdrage voor werkgevers zou dringend naar beneden moeten om de snel escalerende loonkost, we krijgen nu de ene indexaanpassing op de andere, om dat te compenseren en zodoende een afbraak van de tewerkstelling toch minstens een beetje in te perken. En dan zelfs onze eigenste voorzitter zei me toen ik daar de eerste keer mee afkwam, ja maar Johan, dan gaat het de begrotingsproblematiek nog erger maken. Wel, op zich is dat juist. Mijn tweede deel van mijn antwoord is, als je dat niet doet, dan ga je net door die tewerkstellingsafbraak, die altijd een stuk later komt, de begrotingsproblematiek nog meer verergeren dan indien je nu in die RSZ-bijdrage voor werkgevers ingrijpt en zo die tewerkstellingsafbraak probeert af te remmen of toch zeker te verminderen. Ik begrijp niet dat Christine Lagarde zo lang gewacht heeft. Ze wordt toch bijgestaan door andere experten. Hoe komt het dat we opnieuw te laat ingrijpen? We leren toch niet uit de geschiedenis. Hoe komt die toch? Wel, dat is ook een vraag die ik mij stel. En ik vind het heel relevant in uw vraagstelling, Heidi, dat je zegt, ze wordt toch bijgestaan door andere experten. Want u suggereert daarmede iets dat belangrijk is in deze context, namelijk dat mevrouw Lagarde eigenlijk geen centraal bankier is. Ik ken mevrouw Lagarde vrij goed als hoofd van het IMF. Een zeer goede politica, een zeer intelligente dame, maar geen centrale bankier. Niet iemand die wat de essentie van monetair beleid is, hoe dat inwerkt op de economie, waarbij je moet rekening houden als je zo'n monetair beleid vormgeeft, die dat niet echt in haar vingers heeft. En ik nodig u uit om eens te kijken naar een foto van Christine Lagarde van pakweg 3-4 jaar geleden en een foto nu. De brave dame is op die 3-4 jaar, geloof me, qua uitzicht 10 tot 15 jaar verouderd. En dat is een indicatie van het feit dat ze die situatie, naar mijn bescheiden mening, maar ik sta daar niet alleen mee, niet echt onder controle heeft. Ze wordt bijgestaan door andere experten. Haar belangrijkste expert is de hoofdeconoom van de ECB, Philip Lane. En dat is een man waarvan ik niet begrijp dat hij nog niet uit eigen beweging is opgestapt. Dat is een man die eerst en vooral in beginperiode, zelfs nog tot begin van dit jaar, zei wow, die inflatie dat is van voorbijgaande aard, dat is even een hiccup en dan gaan we zo weer terug naar 1-2% inflatie. Van de pot gerukt, heb ik toen ook al gezegd en geschreven. Nadien, een maand geleden, anderhalve maand geleden, zei hij, ja, maar die inflatiepiek hebben we nu, vanaf nu zal het wel naar beneden gaan. Ja, allee, opnieuw zijn vinger in zijn oog tot aan de achterkant van zijn schedel. Dus ik snap niet dat die man de lef heeft om daar nu te blijven zitten en om allerhande dingen te blijven debiteren die eigenlijk niet echt relevant niet meer zijn. Met bovendien, dat hoor ik langs diverse kanalen binnen de ECB, het feit dat hij intern alle credibiliteit kwijt is en er bij manier van spreken nog nauwelijks naar hem geluisterd wordt. Maar men heeft dat dus verkeerd ingeschat. Men heeft te lang gedacht dat die inflatie van voorbijgaande aard was. Men had te veel vrees om te doen wat men moest doen, omdat men de gevolgen vreesde voor begrotingen, voor staatsschuld, voor de stabiliteit op de financiële markten. Maar dat zijn eigenlijk allemaal argumenten die geen steek houden, want je moet dan toch gaan ingrijpen, je moet het zelfs nog meer doen dan wanneer je vroeger had ingegrepen. En op die manier ga je al die gevolgen die er zijn, als men de rentevoeten begint te verhogen en verder verhoogt, dan zullen die negatieve gevolgen er zijn. Maar die zullen alleen maar erger zijn naarmate je hoger moet gaan en dat is dan weer het gevolg van te laat begonnen te zijn. Wat is de invloed van het verlies van goederen, bedrijven en geldproducten in Rusland ten gevolge van westerse sancties? Het is natuurlijk zo dat door het isoleren, als ik de vraag goed begrijp, van Rusland, dat we een stukje afzetmarkt kwijt zijn. Maar we mogen toch niet vergeten dat die Russische economie
we mogen die niet overschatten, hè? De Russische economie is even groot als de Belgische en de Nederlandse economie samen. Dat is dus geen economie van de grote orde van Frankrijk of Duitsland, laat staan de Verenigde Staten of China. Dus de impact daarvan zal zeker door bepaalde bedrijven gevoeld worden, dat is evident. Maar we mogen dat toch zeker niet overschatten. Daaraan gerelateerd aan die vraag is er natuurlijk vandaag heel veel discussie over wat we met die bevroren assets van de Russische staat en van de oligarchen gaan doen. Gaan we dat gebruiken om, gaan we dat echt onteigenen en gebruiken om Oekraïne weer op te bouwen of niet? Dat is zeker één, zijn de, zeker één van de discussies die de komende weken en maanden meer en meer aan de orde gaan komen. Ik wil inpikken op de vraag over mevrouw Lagarde. Ondanks de experten zijn die beslissingen toch ook politiek gedreven of ben ik mis? Nee, u bent niet mis. Dat is zeker zo. Mevrouw Lagarde, ik heb het daar straks al aangeduid, is eigenlijk eerder een politica dan een centraal bankier en is zich dus zeer goed bewust van wat de impact van hogere stijgende rentevoeten op bijvoorbeeld de begroting gaat zijn. Nogmaals. Het is niet met een beslissing die uiteindelijk onvermijdelijk is uit te stellen dat je de beslissing ontloopt. Dat is een contradictio in terminis. Ik herhaal voor de derde of de vierde keer. Men heeft door te lang gewacht, de kans te lang te wachten, de kans op nog hogere rentevoeten alleen maar verhoogd. In verband met Lagarde, ze heeft vorige week een serieuze mea culpa geslagen. Misschien gaat ze nu andere kanalen consulteren. Er is dus hoop. Er is altijd hoop, Chantal. Nooit de hoop verliezen, nog de goede spirit, dat mogen we zeker niet doen. Ik denk dat er toch nog wel wat water, ik weet niet welke rivier er in uw buurt loopt, door die rivier zal lopen, vooraleer men bij de ECB echt de zaken in de hand zal nemen. Ik hoop dat dat snel gebeurt, maar daar heb ik toch wel een beetje een hard hoofd in. Hoe groot schat u de kans op recessie? Wel, die kans is zeer groot. Ik zou percentages à la 80, 90% in de mond durven nemen. Ik denk dat die zowel in de VS als in Europa die kans zeer groot is. Ik denk alleen dat het verschil is dat men in de Verenigde Staten, als je de verklaringen van bewindslui, zowel bij de Fed als in de Biden-administratie erop naslaat, dat men zich daar al goed bewust is van het feit dat het die richting uitgaat. En dat men toch blijft doorduwen op het renteverhaal. Ze zijn ook te laat begonnen, maar ze zijn in ieder geval nu aan het inhalen. Terwijl we in Europa nog altijd een beetje, denk ik, in een droomwereld leven van wat men de soft landing noemt. We kunnen die inflatie onder controle krijgen zonder de economie in een recessie te duwen. Eerlijk gezegd, dat is denk ik een beetje praat voor de vaak. We gaan effectief. Bijna onvermijdelijk een recessie krijgen die niet per se een diepe recessie hoeft te zijn. Maar dan zal de ECB letterlijk in de komende weken en maanden sneller moeten schakelen en moeten doen wat van een centrale bank die haar verantwoordelijkheid neemt, mag verwacht worden. Ik merk dat er geen vragen meer zijn. Dan hebben we ons ook, denk ik, vrij netjes aan de tijdslimiet gehouden van 1 uur. Ik zou bijna durven zeggen tot de volgende sessie rond inflatie. Laat ons daar ook niet voor oplopen. Laat ons hopen dat het toch allemaal nog binnen redelijke termijnen onder controle komt. Anders ben ik uiteraard altijd bereid om naar jullie toe, misschien best na het zomerreces, de draad terug op te nemen en de continuïteit van dit verhaal te voorzien. Ik dank jullie voor de aanwezigheid voor het luisteren en ik hoop dat jullie nog een prettige avond en in ieder geval een prettig verlof dat er hoe dan ook wel waarschijnlijk ergens zit aan te komen zullen hebben. Tot ziens.